sinds een paar jaar werken we samen. We hebben eigenlijk, toen zijn we ook in contact gekomen met Fobic. We hebben eigenlijk samen een pilot geschreven voor een Comedy-reeks die we zelf hebben bedacht. We hebben daarmee aangekocht bij een paar producties en dan een gesprek geraakt met Fobic. Ja. En dan zo, die waren ook net bezig met het opstarten van de collega's en we dan een pitch mogen voorbereiden. Ja, het was een soort van wedstrijd. Hè. Er waren een heel aantal CNS teams die werden dan uitgenodigd om een pitch te schrijven om een dossier te ontwikkelen. Dat hebben we dan ook gedaan en ja, we hebben geluk gehad. Of ja, we zijn alleszins heel erg blij omdat we zijn uitgekozen. Wat hadden jullie eerder samen gedaan dan? We kenden elkaar ten eerste al. Ja, eerst vrienden eigenlijk. En Sam heeft gezeten, samen op kot gezeten in Leuven. Ja. Sam heeft dan aan het Ritz gestudeerd, scenario. En hij is eigenlijk het eerst begonnen en hij heeft mij dan zo geïnspireerd eigenlijk. En, op een paar mensen hadden zo het idee van kunnen we ook samenwerken aan iets en zo. En dan een idee ontwikkeld en dan nog een idee ontwikkeld en juist was de bal aan het rollen geraakt. Ja. En hebben jullie de collega's bestudeerd? Of? Ja, toch wel. Allee, dat hoort dan bij de research die je doet. Hè. Allee, want ik word 28, Sam is 28. We hebben dat niet bewust meegemaakt, dus we zijn wel de collega's gaan herbekijken eigenlijk. Ja. Ja. In het begin was het zo, toen ik de eerste aflevering keek, dat was even wennen. Maar ik had dat nu ook wel verwacht, want ja, dat is een reeks. Dat eerste seizoen is eind jaren 70, dus ja, dat is even wel zo. Ja, dat is even wennen. Ja, allee, vooral het tempo, het ligt een pak lager dan het tempo in de reeks en nu. Maar als je het dan bekijkt met ogen van anno 2018 is het een beetje traag. Maar de dialogen en de personages zelf, heel gelaagd, grappig, maar er zit ook heel veel tragiek in. En dat is bewonderenswaardig. Dat is ook wel wat we nagestreefd hebben voor onze remake eigenlijk. Hè. Het is geen pure comedy. Hè. Het is, soms wordt het heel erg donker. En we hebben ook gezocht naar een goede mix. Onze versie van de collega's leunt iets dichter aan bij de comedy. Ik denk in de originele reeks. Het is een tragicomedie en in de originele collega's zit dan toch iets dichter nog op de tragedie en wij zitten iets dichter bij de comedy. Is het nog van deze tijd? Is de collega's nog van deze tijd? Ja, ik denk dat we toch wel, want dat klopt allemaal. Er zijn een aantal elementen die niet meer van deze tijd zijn. Ook het Nederlands wordt ook heel erg gethematiseerd. De dialecten in het Nederlands, het Mechels, je gaat dan Bakken of wat, de Brusselaar. Dat hebben we moeten loslaten, want dat is niet meer echt zo relevant. Maar we hebben bijvoorbeeld een van de hoofdpersonages is een ex-ondernemer uit Silicon Valley. Allee, met Berg natuurlijk, maar die 2 jaar heeft doorgebracht in Silicon Valley. En die komt nu op zo'n Vlaamse overheidsdienst terecht. Dus zo'n clash van zo die nieuwe management technieken, maar dan ook zo het oudere, het verstarten en zo. Dus ja, inderdaad, ja, een mix eigenlijk. Hè, zo, ja. Ik denk ook. Op zich dat de die mensen die samen werken op zo'n kantoor, dat is op zich een heel universeel gegeven en dat past je ook altijd weer aan de tijdgeest en zo. En dat hebben we nu ook wel wat geprobeerd, met zo ook zo'n nieuwe technologie. Hier en daar is toch wel zo hedendaagse issues in te steken. Bijvoorbeeld burn-out is iets heel actueel. Ja. Zou er een klein beetje, het is zeker geen echt thema, maar bijvoorbeeld dat is een elementje dat erin zit bij een van de personages. Ook zo wat pesterijen op het werk. Mensen die zo onzichtbaar zijn op de kantoor. We hebben eerder naar dat soort dingen gekeken. Zo. Wat er misschien ook lichtjes in steekt, is niet dat we echt enorm gethematiseerd hebben, maar dan een soort van nieuwe preutsheid of politieke correctheid. Alexander heeft dat, hè, dus die kerel die dan 2 jaar in Silicon Valley heeft gewoond, heeft wel een heel gevoelige radar voor dingen die daar seksistisch of racistisch zouden kunnen zijn. En dus dat steekt er ook wel een klein beetje in. Ja. Met Jan Vrijen heb je een heel ervaren regisseur, maar waarschijnlijk ook een heel uitgesproken iemand. Ja. Heeft hij jullie bepaalde richtingen uitgestuurd of ook? Ja. Heeft hij geschrapt, heeft hij ingegrepen? Jan heeft een uitgesproken mening, maar hij staat ook echt wel open. Ja. We hebben eigenlijk heel veel creatieve vrijheid gekregen. Ja. En wat ik goed vind, dat
klopt allemaal. Jan heeft een heel uitgesproken mening, maar hij heeft ook een heel weldoordachte mening die hij ook heel goed kan argumenteren. En hij staat ook wel open voor tegenargumenten. Dus op zich, ja. Ja, op zich ben ik daar ook wel heel tevreden. Hij heeft ook wel bijgedragen aan het scenario. En een regisseur moet ook uiteindelijk, ja, het heft in handen nemen en bepaalde knopen doorhakken. Dus ja, het is een heel fijne situatie. Ja, want het is onze eerste film en zo, en dan meteen al met Jan van Ja, dat was wel een hele eer. Hè? Ja. Of een straf. Ja, als de camera uitstaat. Off record. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be.